Wat zegt de Bijbel over de opkomst van een maatschappij zonder contant geld? Welkom bij Uitgelicht. In Nederland wordt steeds minder met cash geld betaald. Hoewel de behoefte aan contant geld nog blijft bestaan, wordt er steeds meer gepind en worden er online betalingen verricht. In Zweden kondigde de centrale bank onlangs een proefproject aan om te kijken of het land klaar is voor een complete contantloze maatschappij. In de studio Theo Niemeyer van het Zoeklicht, een organisatie die de actualiteit bekijkt in het licht van de Bijbel. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Hoe realistisch is het dat contant geld inderdaad helemaal gaat verdwijnen? Aan de ene kant gaat het heel onopgemerkt, maar tegelijkertijd als je daar wat op let, dan zul je steeds meer gaan ervaren dat je wilt betalen bij de supermarkt en dat ze steeds meer vragen van, heeft u niet kleiner of kunt u niet pinnen? Dus je komt er steeds meer tegen. Het gebeurt nu al natuurlijk al veel, ja. Maar helemaal verdwijnen zijn natuurlijk nog steeds mensen, misschien vooral oudere mensen, die daar nog wel veel gebruik van maken. Zou dat binnen afzienbare tijd inderdaad helemaal verdwijnen? Dat denk ik wel. Er zijn heel wat argumenten waarom men het contant geld wil laten verdwijnen. Het is veel makkelijker. Het gaat veel sneller. Het is ook veiliger. Het is hygiënischer zelfs. Ja, in welke Want, zin? Ja, het is bewezen dat griepbacteriën zeker zo'n 17 dagen... actueel zijn op het papiergeld, waardoor men nog steeds ziek kan worden. Ja, dan kan het besmettingen overbrengen eigenlijk. Ja, en het is tegen de misdaad, witwassen van geld, criminaliteit. Het is veel goedkoper, want geld moet steeds gedrukt worden, moet vervoerd worden. De overheid is er ook op gebrand dat als contant geld weg is, dan... dan wordt ook het zwartwerken tegengegaan. Dus hebben ze een grip op wat er gedaan wordt. Ja. Dus er zijn allerlei argumenten. Dan kan dat natuurlijk veel meer gecontroleerd worden. Ja, precies. Ja. Zijn er ook praktische nadelen te noemen aan dat er geen contant geld meer is? Eigenlijk het enige nadeel wat ik kan bedenken, dat is de inbreuk op je persoonlijk leven. Ja, gewoon... Ja, omdat het zo goed gecontroleerd kan worden. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk nu al op het moment dat mensen inderdaad gebruik maken van een creditcard, van een pinpas, van online betalingen. Dan wordt het natuurlijk al, hebben we al te maken met die inbreuk van privacy. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de televisieserie Hunted, waar 12 mensen uit de regio van politie en defensie 21 dagen verborgen moeten blijven voor een opsporingsteam. Ja. Nou, dat is een heel veel bekeken programma. Het is bijna onmogelijk. Ja, omdat ze pinnen en dan gezien worden waar ze op dat moment zijn. Ja, of ze moeten een keertje bellen, of ze moeten ergens onderdak vinden. Nou, dan moeten ze gewoon bij mensen aanbellen. Mag ik hier alsjeblieft slapen? Want in een hotel gaat het niet. Ja, het is bijna onmogelijk om buiten de radar te blijven eigenlijk. Precies. Ja. Nu hebben ze in Zweden, heeft de centrale bank een proef aangekondigd met digitaal geld. Om te kijken of de samenleving klaar is voor een maatschappij zonder contant geld. Het is een experiment. Wat vindt u daarvan, van het experiment? Ja, dat was te verwachten. En ik denk dat dit verder uitgebreid zal worden. Dat ook in Nederland. Ja, denkt u dat Nederland dat het in Nederland zou gebeuren? Ik vermoed... Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik vermoed dat over 10 jaar het contant geld bijna niet meer aanwezig is in Nederland. Nee. Zien we nu al tekenen dat Nederland zich daarop aan het voorbereiden is, op een contantloze maatschappij? Ja, je ziet het wereldwijd. Wereldwijd is het contant geld, de voorraden van contant geld, al voor de helft afgenomen. Er wordt veel minder nieuw geld gedrukt dan vroeger. Dus je ziet dat in Nederland gebeuren. En ik denk dat Nederland wat betreft de hele technologie daar al op voorbereid is. Ja. Er zijn al computers uitgevonden, hele megacomputers die, schrik niet, 500.000 berekeningen per seconde kunnen leveren. Ja. Nou, dat is voor de wereld te weinig.
voor de hele wereldeconomie. Maar ze zijn dus nu een computer aan het ontwikkelen die 500.000 berekeningen maal het aantal inwoners van de wereld. Dus maal 7,5 miljoen, ja. miljard inwoners. Zoveel berekeningen kan ja, zo ver is die techniek al gevorderd. Precies. Ja. Ik noemde het al, hè, als Zoeklicht zijn jullie heel veel bezig met de actualiteit leggen naast de Bijbel. Ook te kijken naar hoe dat past in het perspectief eigenlijk van de eindtijd. Kunt u even kort omschrijven wat die eindtijd is? Ja, wij geloven dat de Bijbel spreekt over het moment dat de Heer Jezus Christus terug zal komen. En de Heer Jezus heeft gezegd, voordat hij naar de hemel voer, heeft hij verschillende tekenen genoemd. We noemen dat ook wel de reden van de laatste dingen. Die zouden gaan gebeuren vlak voor zijn wederkomst. En wij letten als Zoeklicht op die tekenen die nu gaande zijn, die je nu gewoon kunt zien gebeuren, waaruit je weet dat de komst van Jezus ook dichtbij gekomen is. Ja, dus eigenlijk profetieën vanuit de Bijbel die we nu in deze tijd zien. Ja, precies. Ja. Precies. En wat zijn dat dan voor profetieën die we nu al kunnen zien in deze tijd, in onze tijd? Nou, een hele belangrijke profetie is dat het volk van Israël 2000 jaar verstrooid geweest is over de hele wereld. Zijn land kwijt geraakt is. En dat vanaf 1948 Israël zijn eigen land weer teruggekregen heeft. En het Joodse volk van alle hoeken van de wereld weer terugkeert naar hun eigen land. Dat is een van de belangrijkste punten waaruit je ziet dat de komst van Jezus nabij is. Daarnaast zie je ook dat vlak voordat Jezus Christus hier op aarde gaat regeren, er ook een andere regering zal zijn, een wereldwijde regering. En dat is de wereldwijde regering van de Antichrist. En de voorbereiding voor de komst van de Antichrist zien we heel duidelijk ook in dit contantloze geldsysteem waar we nu mee te maken krijgen. En hoe zien we dat dan? Want u noemde het al, hè, de technologie is ver gevorderd. Zal straks ook zijn invloed hebben op dat hele contantloze geld. Welke link is daarmee te leggen met de antichrist en een contantloze maatschappij? Ik denk dat de meeste mensen die link niet automatisch zullen maken. Nee. Weet je, de komst van de antichrist wordt voorbereid door de geest van de antichrist. De geest van de antichrist maakt deze maatschappij heel onopgemerkt klaar voor deze grote wereldleider. Churchill die heeft ooit gezegd, de mensheid gaat ten onder door een gebrek aan een wereldleider. De wereld wordt steeds kleiner, steeds mondialer. De problemen worden ook steeds meer zo dat we dat niet alleen als land op kunnen lossen. Daar hebben alle landen voor nodig. Het terrorismeprobleem, het milieuprobleem, dat kun je niet als landje alleen doen. Daar heb je een wereldleider voor nodig. En die wereldleider zal, zoals de Bijbel ons leert, de antichrist zijn. En deze antichrist zal de leider worden, de leider worden zowel op politiek gebied, als op religieus gebied, als op economisch gebied. Nu zie je nog heel veel dat op de bankbiljetten van de verschillende landen de regeringsleiders prijken, de afbeeldingen. Maar de Romeinse munt vroeger die gebruikte, daarop prijkte het stempel van de keizer. En als de antichrist gaat regeren, dan zal zijn teken bepalend worden voor het geldsysteem. En zo staat er in Openbaring dat niemand kan kopen of verkopen in die tijd, wanneer de antichrist gaat regeren, dan wie het teken van de antichrist, het stempel, de afbeelding van de antichrist, notabene op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand heeft. Ja, want dat is dus eigenlijk een teken, zegt u, van een contantloze maatschappij. Want er staat natuurlijk nergens in de Bijbel letterlijk, er wordt niet meer met contant geld betaald. Maar u zegt dus eigenlijk door dat merkteken, als je contant geld hebt, kun je daar natuurlijk nog mee betalen. Ja. Als je contant geld hebt, dan kun je daar nog mee betalen. Maar als je het merkteken van het beest, zoals het wel eens genoemd wordt, de antichrist, niet hebt, dan ben je helemaal buiten het betalingssysteem gesloten. Dus dan is er geen contant geld meer. Ja. Dan moet je dat middel wel gaan gebruiken. Er is geen andere mogelijkheid. Ja, dus u zegt eigenlijk dat deze ontwikkeling van naar een contantloze maatschappij, dat een opmaat is naar de eindtijd, kan ik dat zo zien? Een opmaat naar de wereldwijde heerschappij van de antichrist. Waar leidt dat uiteindelijk naartoe? Als we zo kijken, hè, zo'n contantloze maatschappij, die ontwikkelt zich steeds meer. Dat zal misschien op den duur ook wel gebeuren. Waar gaat dat dan heen leiden? Ja, ik zie het dus als een van de tekenen die tekenend zijn voor de wederkomst van Christus.
Wat ik ook net zei, de antichrist zal eerst zijn wereldheerschappij hier uitvoeren, uitoefenen, voordat de heer Jezus Christus zelf terugkomt en zijn heerschappij op de troon van David in Jeruzalem zal vestigen. De heer Jezus heeft gezegd, we moeten letten op die tekenen van de tijd, we moeten letten op de dingen die om ons heen gebeuren, om je ook voor te kunnen bereiden voor de komst van Jezus. Mm-hmm. En de beste voorbereiding voor om te, als het ware, te ontkomen aan deze vreselijke tijd. Want als je dat beeld van de antichrist of dat merkteken niet wil dragen, dan is er gewoon geen plaats voor jou in de samenleving van de antichrist. En dan kun je niet meer kopen, verkopen. Ja. Ja. Hoe moeten we dat voor ons zien? Er zijn op een gegeven moment geruchten geweest dat er een chip zou zijn voor onder de huid. Is het zoiets wat we moeten zien als het merkteken? Ja, weet je, er zijn chips en scanners. Hè. Je hebt tegenwoordig al een boodschappenkar die in ene keer gescand wordt. Nou, de kassaloze winkels. Kijk, bij dieren zoals koeien en schapen en paarden, die zijn allemaal gechipt. En in die chip staat alles wat je weten moet over het paard. Ja. En daarin gaan, lijkt mij, de dieren voor, hè, voor een voorbode voor dat wat met de mensen gaat gebeuren. En het is een machtig mooi identificatiemiddel waardoor je fraude kunt tegengaan. Ja, dus maar waardoor er uiteindelijk ook complete controle is natuurlijk. Inderdaad. Ja. Een van de topmensen van IBM, die heeft jaren geleden al gezegd, de computer moet net zo worden als God. Onzichtbaar en alomtegenwoordig. Ja. Dat was een van de topmensen van IBM. Ja. Nou, en daar komen we steeds dichterbij. Ja, de antichrist als wereldleider zal daar natuurlijk op die manier gebruik van maken. Zeker. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit voor veel mensen ook wel een heel beangstigend iets is. Is het iets om bang voor te zijn, al deze ontwikkelingen? Mm. Nou, het is voor christenen wel heel belangrijk om het te zien, het te duiden en ook te zien wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd is het voor christenen ook een hoop. Want er staat in de Bijbel, als deze dingen gaan gebeuren, dan mag je omhoog kijken, want dan komt Jezus ons ophalen. Ja. En voor christenen hoef je daar niet bang voor te zijn. Want christenen worden voor deze vreselijke tijd door de Heer Jezus thuisgehaald. Wij noemen dat als zoeklicht zijnde de opname van de gemeente. En dan komt de Heer Jezus ons thuishalen voordat de antichrist zijn werk hier op aarde gaat doen. Ja, maar als we dan kijken naar zo'n opkomst van zo'n contantloze maatschappij, is dat dan iets waar wij als christenen tegen moeten zijn, waar we tegen moeten strijden dat er komt? Ja, nee, dat hou je niet tegen. Hou je op geen enkele manier tegen. En je moet het ook gewoon gebruiken. Je moet het ook gebruiken tot het moment dat de antichrist het gaat misbruiken. Ja. Ja, en dan, dan zijn wij er niet meer. Als christenen ben je er dan niet meer. Nee, dus voor zoiets als zo'n merkteken dat we daarvoor toe gedwongen worden, zegt u eigenlijk, dat is iets wat zal gebeuren nadat wij opgenomen zijn, ja, zeg maar. Nadat de gemeente weggenomen is. Ja. Ja, ja. Ja. Er zijn ook mensen die zich op een bepaalde manier klaarmaken voor dit soort tijden, die een eigen boerderij kopen ergens en zich nu alvast helemaal onttrekken aan het systeem. Eigenlijk in hun eigen wereld gaan leven, zodat ze daar maar niet door beïnvloed worden. Is dat iets wat christenen ook zouden moeten overwegen? Om daar maar niet door beïnvloed te worden? Ja, daar heb ik gisteren ook nog met iemand over gesproken. Die heeft een heel groot terrein om zijn huis heen. Die zei, wat zou het toch mooi zijn als we een soort ruilhandel kunnen doen. Hè? En helemaal niet met een geldsysteem. Maar dat de een is handig in verpleging. De ander is handig in bosbouw of in landbouw. En dan kun je voor elkaar wat betekenen. Maar ja, dit red je niet. Dit red je niet in deze samenleving. En als christen hoef je echt geen voorraden op te slaan in je kelder of een atoomkelder of wat dan ook. Als christen mag je uitkijken naar de komst van Jezus. Ja, dus het enige wat we eigenlijk hoeven te doen is niet bang te zijn en daar gewoon naar uit te kijken, zegt u. Niet bang te zijn, wel je ogen open houden voor dat wat er gebeurt. En natuurlijk ook anderen ervoor waarschuwen. Ja. En zeggen dat Jezus spoedig komt. Ja, daar bewustwording voor creëren. Ja. 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 Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio en uw uitleg, Theo Niemeyer van het Zoeklicht. Graag. U bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer met Uitgelicht. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot dan.